Hoi Nico. Hoi, goeiedag. Volgens mij heb jij ergens druk mee. Dat zeggen ze van wel, hè. Dat zeggen ze van wel. We blijken een beetje wat weg te geven. Dus mooie oranje tasjes. Dus kan alle snoepgoed mooi een beetje in. Mooi een beetje eten en drinken erin. Geweldig, toch of niet? Ja, en als ik goed begrijp ben je van de koop uit Muntendam? Koop uit Muntendam, ja. We zijn er weer bij. Dus we gaan Veendam eventjes een beetje ondersteunen met lopen. Dus dan kunnen ze mooi de 5 en de 10 kilometer mooi lopen. Ik zal je niet langer stoelen, jongen. Want volgens mij, nee, want jij hebt volgens mij zeker meer dan 2000 zakken te verwerken. Sowieso, ja. Dus met een aanhangertje erbij. Dus we gaan mooi doorzetten. Oké. Okay, hey, succes. Hey, veel plezier, hè. Hoi. Goeiedag, hoe bevalt dat, avonddaags in de regen? Leuk. Ja, hè? Toch ja. Wel, hè? Dus, en hoeveelste keer heb je meegelopen? Vijfde. En vond je de avonddaags zwaar? Niet echt. Nee? En van welke vereniging ben jij? Karatevereniging. Hallo. Hoi. Van welke vereniging ben jij? In de mannen. In de mannen, een school uit Veendam. Ja. En heb je al vaker meegelopen met de avonddaagse? Nee, ik niet. Nee, hun wel. Voor jou de eerste keer? Ja. En vond je het zwaar of viel het mee? Viel mee. Oké, okay, heb je de 5 kilometer, 10 kilometer? 5 kilometer. Oké, okay, dus. Nou, nog een paar meter en dan is het gebeurd. Ja. Oké, okay, even succes hè. Dankjewel. Ja, goeiedag. Hallo. En hoe was de afgelopen weken met ze? Ja, super. Ja? Ze hebben echt geweldig genoten. Ik denk dat je best aan hun kan vragen hoe ja? zij het... Ja, ja okay. Nee, absoluut. Gaan we vragen. Vraag deze man maar. Ah? Ja hoor. Goeiedag. Goeiedag. En hoe is deze week bevallen? Goed. Goed. En ik heb een hele grote waardering voor de thuiszorgmeander. Want die leggen ons gewoon in de watten. Zo. Zo goed zijn ze voor ons. Ja. Dus ik moet ook zo zorgen dat gauw snel op leeftijd komt ja. En ook bij mij aan. Ja, en dan ben je mee aan, dat is prima. Oké. Okay. Ja. Nee, dus. Maar het is geweldig. En nou wordt het natuurlijk helemaal mooi met al die mensen aan de kant van de weg. Ja, natuurlijk. Precies. Ja. Nou, geniet ervan zou ik ja, zeggen. Ja, oké. Okay. Maar bedankt. Het is prima, hè? Prima. Ja. Oké. Okay. Hallo, goeiedag. Wat zien jullie er prachtig uit? Mooi hè? En waar zijn jullie van? Kinderdagverblijf Bamba. Ah, kijk eens aan. Ja, ja. Dus, en hoe is de week verlopen met de kleintjes? Heel goed. Ja? Heel goed. Onvoorstelbaar goed. Het was zo warm, maar ze deden het zo goed. Ja, je geniet er ook van, zie je. Ja, 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 absoluut. Ja, ja. Absoluut. En deze jonge man dan, helemaal gekleurd. AFK-sticker zie ik. Ik word helemaal ondergeplakt hier, joh. Dat, dat hou je met kinderen, hè. Dat was, een hele mooie afsluiting tot nu toe. Nou, en jij bent ook begeleider? Ook bij Bamba. Ja. Ook bij Bamba. Ja. Zo, ja, dat zie je weinig hè, mannen, of niet? Ja, ja absoluut. Maar dat, voor kinderen is dat fantastisch natuurlijk. Ja. Dat ze en mannen en vrouwen ja. Met name op een buitenschoolse opvang hebben. Dat is gewoon leuk. Nou, is gewoon leuk. Geniet ervan. Nou, dank u wel. Bedankt. Dank u wel. Fijne avond. Thank you.
heel druk gisteren? Meestal donderdag is het drukste dag. Oké. Heel veel wespen steken gisteren. Wespen? Wespen steken. Ja. Dat kan heel zeer doen. Ja. Mevrouw, je verliest wat. Wat zei u? Hoe ben jij daar? Zeg maar. Oh, ze gaan! Als het laatste.
Ja, ze doen het gewoon, als jij het keer aan het gaan. Ja, oh, no!
hier. Het is rustiger. Wacht even, kijk even staan. Oké, Janni, je gaat op. Goedendag. Mag ik u eens vragen waarom u zo mooi in pak rondloopt op de Adelvierdaagse? Nou, dat is heel eenvoudig. Voor 2 jaar geleden hadden wij het idee om op te vallen door allerlei rare dingen te doen. En we werden niet opgemerkt, we kwamen niet in de krant, we kwamen niet op de tv, niet op de film, nergens. Dus vorig jaar hebben wij in jacket gelopen, zoals meneer hier. Alleen met een hoge cilinderhoed op. Dus dit jaar een ander hoedje, een ander outfit en we komen in de krant, we komen op tv, we komen op de film. Dus de Adelvierdaagse geslaagd? Is helemaal geslaagd. En het is alle avonden, hè? Alle avonden. Ja. Ik heb jullie gezien, maar zijn jullie van een organisatie? Nee. Of vrienden? Nee, allemaal familie. Familie? Ja. Nou, en we gaan volgend jaar? Ja, misschien ook wel weer. Oké. Nou, maar misschien ook wel heel anders. Die jongens die doen ook mee. Ik laatst op de foto gezet. Ja. Dus, en misschien gaan wij volgend jaar wel in een gele en zij in een roze of zo. Nou. Dat ligt een beetje aan van hoe de omstandigheden dan zijn. Prima, we gaan het volgend jaar goed opletten. Ja. En we zullen duidelijk aanwezig zijn als we meedoen, hoor. Echt wel. Oké, beste. Jongen. Hallo, wie ben jij? Zeewaar. En wat vond je van de Adelvierdaagse? Goed. Ja? Ja. De eerste keer dat je meegedaan hebt? Ja. En vond je het moeilijk, zwaar? Wat zei je? Vond je het ook moeilijk? Nee. Nee? Dus, nee. Nou. En wat heb je gekregen? Een bos bloemen? Ja. Oh, wat leuk, ja. Maar nog meer, maar mijn moeder heeft dat even meegenomen. Dan moet je wel even goed opletten. Niet dat mama straks alles stiekem opeten, hè? Nee. Doet mama dat niet? Nee. Nee? Oké. Hey, bedankt, hè. Hoi. Ik ben de verkeersregelaar. Oh, wat goed. Ja? Ja. En dan bijzonder reden wat gebeurt als zoiets zegt nou. Nee, daar valt mee. Dus een rustige winter. Ja. Alleen jij, ja, oude automobilisten die asociaal zijn, ja. Dat hou je toch? Ja. Dus daar kom je niet onderuit. Nee, dus niks anders dan de voorgaande jaren. Ja. Is er altijd wel eentje bij die er even zo nodig doen. Ja, dat krijg je toch. Ja, dus oké. En volgend jaar doe je mee? Ja, ik doe al jaren mee. Hoe lang dan? Voor mij mag jij ook al mee. Zo. Nou, ik ben blij dat alles goed verlopen is. Ja, ik ook. Oké, bedankt, hè. Jo.